We zijn vandaag in Leiderdorp bij de Zijlstroom. We zijn hier voor de snoepentocht. De traditionele jaarlijkse snoepentocht. We zijn nu een kopje thee aan het drinken, een kopje koffie. En we gaan zo met twee snoepen het water op. En allemaal lekkere hapjes en drankjes aan boord. Ja, dat is weer een andere dimensie. Het is wel heel gezellig. Want normaal spreek je elkaar eigenlijk meer op een borrel en wat zakelijker. En nu is het wat losser. Je bent op een boot. Het is mooi weer, gelukkig. En dat maakt het wel anders, vind ik. En daarna gaan we weer terug hier naartoe en dan gaan we hier lekker barbecuen met z'n allen. Ik ga mee met de LOV-sloep, omdat ik het leuk vind om met andere ondernemers onderweg te zijn. En een keer op een andere manier dan alleen het zakelijk gebeuren met elkaar in gesprek te gaan. Vandaag hebben we het vooral over de leuke dingen in het leven, plezier maken. Ik adviseer werkgevers op het gebied van alle regelingen in de sociale wetgeving. Hoe ze die kunnen benutten als werknemers in dienst krijgen vanuit bijvoorbeeld de participatiewet. Ja, supergezellig. Ik heb met echt allemaal leuke mensen gesproken, zowel zakelijk als privé. Leuk gesprek ook gehad met die vroeger ook bij het Corps Mariniers had gezeten. Ik ook. En dat heeft altijd verbinding. Eens marinier, altijd marinier. Dus ja, ontzettend leuk. De LOV is de Leiderdorpse ondernemersvereniging. De volgende bijeenkomst is woensdag 25 september. Kennis maken met de LOV? Kijk op de website of stuur een e-mail naar info@lovleiderdorp.nl. Ja, als je op een sloep zit, kan je natuurlijk geen kant op. Dus als je naast iemand zit die niet leuk is, dan moet je er toch wat van maken.